En dan moeten ze zo snel mogelijk hun baasje zien terug te vinden. Wat niet in alle gevallen altijd even makkelijk is. Dus bent u in het bezit van een leuke viervoeter, een Jack Russell, dan kunt u zich nog inschrijven voor de Jack Russell Race om 11:30 hier in deze arena. Ladies and gentlemen, I'd like to continue now with the next class, the class of the yearling fillies of the European Breeders' Show. We'd like to welcome the colour numbers 5 till 8 in the arena for their competition here at the Country Life Arabian Horse Show. We have the youngest generation Puber Arabian horses here at the European Breeder Show, the yearling fillies, the one-year-old fillies, calendar numbers 5 till 8. Dames en heren, voor ons zien we de jongste generatie Arabische volbloedpaarden die we dit weekend hier hebben bij de European Breeder Show. De 1 jaar oude merries. We zien de getallennummers 5 tot 8. We wensen uiteraard alle deelnemers heel veel succes. Dank u wel, de deelnemers in deze rubriek. We zagen alle deelnemers voor ons en voor de jury in deze arena hier in Boom in België. Dan gaan we nu vragen aan de eerste deelnemer weer terug te komen in de ring voor de individuele presentatie. Waarbij het paard eerst wordt opgesteld voor de jury. Waarbij de jury de criteria van type, hoofd en hals, romp en bovenlijn en de benen kan beoordelen. Daarnaast zal het paard in een rechte lijn van en naar de jury toelopen voor de beweging in stap. En tot slot zal het paard 1 of 2 rondes draven hier in de ring voor de beoordeling van de bewegingen in draf. Zoals gezegd, de juryleden hebben een 20-tal punten per criterium te vergeven, waarbij ook halve punten zijn toegestaan. Totaal levert dat een maximum van 100 punten op per paard. En uiteraard het paard met het hoogste gemiddelde is de winnaar van de rubriek. En alle nummers 1 en 2 geplaatste paarden in iedere rubriek gaan deelnemen in het kampioenschap. Later vandaag hier in Boom bij de Country Life Arabian Horse Show. De jongste generatie Arabische volbloedpaarden die we hier voor ons zien, dames en heren, zijn nog wat onwennig. Het is voor hun vaak de eerste keer dat zij deelnemen in een evenement als dit. Een mooi leerproces, maar daarmee kunnen de paarden nog wat zenuwachtig lijken. Nogmaals, het is voor hun de allereerste keer. Nu zag de bewegingen in stap voorgesteld worden en dan gaan we verder met draf.
And thank you very much. The first contender in this class, clinic number 5. Now I'd like to welcome the next contender. We'd like to welcome clinic number 6. Weer de punten tellen van de eerste deelnemer in deze rubriek. Zien wij inmiddels de volgende deelnemer voor ons opgesteld. Getal is nummer 6. Ik vertelde u net dat we straks ook een Jack Russell race hebben. Daar word ik in gecorrigeerd, want we mogen uiteraard niet discrimineren dat het alleen Jack Russells zijn. Dus alle klein modelhonden mogen daar aan meedoen. Dus heeft u een trouwe viervoeker bij voorkeur model klein. Ik laat even in het midden wat dat precies is. Dan kunt u zich inschrijven uiteraard voor de hondenrace om 11:30 hier in de ring. En u kunt zich inschrijven bij het secretariaat. En daarnaast maak ik u er ook nog op attent dat we een heerlijke lunch hebben vandaag. Met een fantastisch voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. U kunt u ook nog voor inschrijven voor €50 per persoon. En ook daarvoor kunt u reserveren bij het secretariaat voor diegenen die straks een heerlijke lunch willen bestellen. Dan kan dat bij het secretariaat voor €50 hier in de VIP-tent. En nogmaals, heeft u zin in een heerlijk voorgerecht, hoofdgerecht of een heerlijk dessert? Dan kunt u voor €50 reserveren voor de lunch hier at de Country Life Arabian Horse Show. Dank u wel, catalogus nummer 6, ladies and gentlemen. We have the results now for clinic number 5. My name is Valentine VD, sired by Agina Watch, out of Just Diva, probably Bredenont, by the King of Hearts, Stud Farm, the marks for type, unanimous 3 times 19. For head and neck, again, unanimous 3 times 19. Body and top line, 3 times 17.5. For legs, 3 times 15.5. And for movement, again, unanimous 3 times 18.5. It gives a total score for Valentine VD of 89.50. Het aantal punten voor catalogus nummer 5, Valentine VD, is 89.50. We verwelkomen in de ring de volgende deelnemer. Wij verwelkomen catalogus nummer 7.
terwijl wij voor ons zien de kataars nummer 7, hebben wij de resultaten van kataars nummer 6. Results van kataars nummer 6, Jolanta K.A. Signed by IKS Farage, out of Jasmine K.A. Bredenont, by Knopf Arabians, the Geisels Family, the Max, for type. A 3 times 90.5 for head and neck. Again, a 3 times 19.5. Body and top line, 18, 70.5 and 18. For legs, 15.5, 15.5 and 16. And for movement, 90.5, 19 and 90.5. Which gives a total score for Jolanta K.A. category number 6 of 91.83. Totaal aantal punten voor Jolanta K.A. catalog nummer 6 is 91.83. Kataars nummer 7, dan maken wij ons op, dames en heren, voor alweer de laatste deelnemer in deze eerste rubriek van de Jaarling Merries. Mevrouw Kramer, graag in de ring, kataars nummer 8. I'd like to welcome in the arena already the last contender in this class of the Yearling Fillies. I'd like to welcome colleague number 8. Terwijl wij voor de jury zien opgesteld, kataars nummer 8, hebben we de resultaten voor kataars nummer 7. Results now for kataars nummer 7. Her name is Almagra GKA, signed by AG Portofino, out of Shushuka GKA, proudly bred and owned by GK Arabians. And Almagra GKA scores for type 19, 90.5 and 19. For head and neck again, 19, 90.5 and 19. But in top line, 17.5, 18 and 17.5. For legs, 15, 15.5 and 15.5, and for movement, 19, 90.5 and another 90.5, which is a total score for Almagra GKA of 90.67. Totaal aantal punten voor kataras nummer 7, Almagra GKA, is 90.67.
thank you very much, the last contender in this class, number 8. Het was alweer de laatste deelnemer in deze rubriek van de Jaarling Medisch, rubriek 1. This program is offered by... We bedanken onze juryleden die naartoe zijn gereisd naar België om vandaag te jureren hier in Bonn. Uit Egypte, Mahmoud Mozan, uit Kingdom of Saudi-Arabië, hier Fahad Al-Rabi, hier uit België, mevrouw Martin Vahé, drie juryleden die vandaag de Readers Show doen jureren. Ondertussen hebben wij een oproep aan de deelnemers in de volgende rubriek, rubriek van de 2 jaar oude merries. Getallenummers 9 tot en met 13. Graag uw paarden gereed maken en heel langzaam richting de voorring komen. Nogmaals een oproep aan de deelnemers in de volgende rubriek, rubriek 2 van de 2 jaar oude merries. Getallenummers 9 tot en met 13. Graag uw paarden gereed maken en naar de voorring. Ik hoor voor de contenders in de next class, class number 2, de 2-year-old fillies. Like numbers 9 till 13, please prepare your horses and come to the collecting room. Alle resultaten voor getallen nummer 8, de laatste deelnemer deze rubriek. Kelk nummer 8, Kisha K.A. Signed by Ikes Farage, out of Kinshasa G.A. Redenhoek, Spaknok Arabians, the Geisens family from Belgium. Kisha K.A. scores 4 type. Unanimous 90.5 for Head and Neck, the first time this weekend, 3x20, highest score possible in the criteria. Then for Body Top Line, 70.5, 70.5 and 18. For Legs, 15.5, 15.5 and 16. And for Movement, 3x19. Which gives a total score for Kisha K.A. of 91.83. And the punten for Kisha K.A. is 81.83. 20 punten, de hoogste score haalbaar per criteria voor hoofd en hals. Dames en heren, we hebben een gelijke stand tussen twee van de paarden. Beide paarden scoren 91.83 in de getallen nummers 6 en 8. Dan gaan we kijken naar de gemiddeldes voor type en ook voor, als dat gelijk is, voor de bewegingen. En in dit geval wint getallen nummer 6 op basis van het gemiddelde van de bewegingen. Dus op de eerste plaats, the first place in this class with 91.83. Congratulations to Jolante K.A. Then on the second place, with a total score of 91.83, Kisha K.A. Then on the third place, with a score of 89.5, Al-Makra G.K.A. And to complete this class, on the fourth place, Valentine V.D. with a total score of also 89.5, sorry, then on the third place, Amagra GKA with a score of 90.67 and on the fourth place with a score of 89.50, Valentine VD. Op de eerste plaats, we zien hier in de prijsuitreiking met een puntenaantal van 91.83 ex-eco, maar gewonnen op basis van de bewegingen. Jolante K.A., dochter van Ikes Farage uit de moeder Jasmine K.A., gefokt. En in eigendom van Knok Arabians, de familie Gijsens hier uit België. Op de tweede plaats een dubbel succes voor Knokke Arabians, Kisha K.A., dochter van Ikes Farage uit de moeder Kinshasa G.A. En op de derde plaats Almagra G.K.A., dochter van Eiji Portofino uit de moeder Shushuka G.K.A., gefokt en in eigendom van Jiki Arabians. En op de vierde plaats Valentine Vidi, een dochter van Eiji Nawash uit de moeder Just Diva, gefokt en in eigendom van de King of Hearts Stud Farm. Natuurlijk feliciteren wij de fokkers en eigenaren en ook de voorbrengers.
die de paarden hier zo prachtig volbrengen voor ons. En natuurlijk voor onze juryleden hier bij de Country Life Arabian Horse Show, de European Breeders Show. En Jolante K.E. en Kisha K.E. zien wij later terug vandaag in het kampioenschap hier in Boom, de Country Life Arabian Horse Show. En als de prijzen zijn uitgereikt en de foto's zijn genomen, dames en heren, vraag ik u applaus en een eerronde voor Jolante K.E., Kisha K.E., Almakra G.K.E. en Valentine V.D. Van de jongste generatie Arabische volbloedpaarden hier dit weekend in Boom gaan wij door met de 2 jaar oude merries in de rubriek 2 in uw catalogus. En daarvoor verwachten wij over enkele ogenblikken hier in de ring de catalogusnummers 9.